Ik sta vandaag in Harlingen, achter mij de Tjerk Hiddensluizen. En die sluizen, maar ook waterkeringen, worden gebouwd om ons te beschermen tegen hoogwater. Dat is dit jaar in Limburg helaas niet gelukt. Vandaar ook de actie Max voor Limburg. Steun die actie, help de Limburgers. En over het weer gesproken, we gaan een paar dagen tegemoet met echt zomerweer. Allereerst vanavond en vannacht nog geen zomerweer. Wel een hoge temperatuur vannacht, 15 of 16 graden. Een bui of een buitje, vooral nog in het noorden. De wind uit westelijke richtingen en die is zwak of matig. Morgen een dag met veel bewolking. De zon heeft het moeilijk, her en der een beetje. Maar vooral kan die zon in het zuidwesten tevoorschijn komen. En een buitje hoort er ook nog bij. Temperaturen 20 of 21 graden. En de wind die komt uit het westen en die is zwak of matig. Gaan we door naar de avond en nacht, nog altijd een bui of een buitje. En dan door naar vrijdag. Dat wordt dan een wat meer zomerdag. De zon erbij, temperaturen 20 tot 23 graden. De wind uit het westen en die is zwak of matig. Weinig wind, zon. Het voelt warmer aan. In de avond kunnen we nog wel even buiten zitten en dan op naar de vooruitzichten. Zaterdag volle zomerdag met gemiddeld zo'n 24 à 25 graden. In het zuiden kan het 27 graden worden. Een warme avond om lang buiten te zitten. En dan door naar de zondag. Wel warmte, 23 à 24 graden. Maar ook fikse regen en onweersbuien, zware buien soms. En die stevige buien komen we ook tegen op maandag. Dan een temperatuur rond 22 of 23 graden. Nou ja, morgen veel meer over het weer. Tot morgen.